En Paramaribo Zuid heeft sinds maandag een eigen douanedepot. Dit pakhuis behoort het vrachtbedrijf Pico toe. De bouw is een droom die werkelijkheid is geworden voor onder meer en voor ondernemer en eigenaar Otto Beek, die jaren heeft moeten wachten op een vergunning. Nu hoeven vrachtwagens niet meer naar Geersvlei te rijden, waardoor de druk op het verkeer minder is. Roshni Poel Singh, directiewoordvoerder van Pico, vertelt meer over het depot. Je moet je voorstellen, in 3 jaar zijn er wel 8 vestigingen van Pico. Dat betekent ook dat je op een gegeven moment moet nadenken over decentralisatie. Want de pakketten van Pico die gaan niet alleen naar Paramaribo, maar die gaan bijvoorbeeld ook naar Nikeri, naar Kommewijnen. En al gauw bleek de behoefte van een tweede douanedepot in Paramaribo Zuid, waar we nu staan. Kajottenstraat, omgeving Quatta-uitvlucht. En tegelijkertijd een kortere route naar bijvoorbeeld Nikeri via de Quattaweg. Nou, het is in ieder geval heel lang geleden dat de directeur Otto Beek het verzoek heeft gedaan voor een vergunning. Want dit is een vergunning die je moet hebben. En die wordt getoetst langs wettelijke kaders. Op basis van de douanewet, op basis van de fiscale wetten, op basis van allerlei andere wetgevingsproducten. Die er uiteindelijk toe moeten leiden dat alle partijen, alle overheidspartijen zeggen oké, je bent waardig genoeg om een douanedepot te voeren, want het brengt ook een andere verantwoordelijkheid met zich mee. Hè? De douanedepots die zijn niet zomaar depots, alleen de douane mag er bijvoorbeeld in. Dus dat betekent concreet dat wanneer de douane is vertrokken van dit kantoor, dat ook niemand meer erin moet. Poel Singh benadrukt dat ook de klanten voordelen hebben aan deze progressie. Eén daarvan is dat de kans groot is dat pakketten sneller worden afgehandeld. Het andere voordeel wat het met zich meebrengt voor Suriname aan zich is vooral in het ontsluiten van het verkeer. Want de vracht hoeft niet meer vanuit de luchthaven of vanuit de zeehaven eerst helemaal naar diep op Geersvlei om vervolgens naar hier of andere vestigingen terug te komen. Daarnaast is het ook een ander aspect wat het oplevert. We weten dat mensen vaak het idee hebben dat er iets uit hun pakket is gehaald. Dat is inherent aan deze business. Door het instellen van dit douanedepot zijn er schakels verminderd. Waardoor uw pakket een vrij constante route aflegt en de monitoring op uw pakket dus wat beheersbaarder wordt. Kortom, een win-win situatie. En niet in de laatste plaats, omdat de douane ook de gelegenheid heeft om de staatskas van Suriname te spekken. Aldus directiewoordvoerder van Pico, Roshni Poel Singh, over het nieuw douanedepot dat geopend is in Paramaribo Zuid.